Na een hapje en een drankje kun je een bezoek aan Rotterdam afsluiten met een heuse theateravond. Want aan de voet van de Erasmusbrug staat nog een icoon van de stad. Het nieuwe Luxor Theater. 1535 stoelen. Het is een enorm indrukwekkend gezicht, ook al zijn ze allemaal leeg. Grote artiesten staan op dit podium voor volle zalen. En ook grote musicalproducties zoals Les Miserables, Hairspray en Flashdance. En binnenkort op het programma in dit theater, War Horse gaat over een jongen die een paard heeft. En dat paard gaat de oorlog in. Mooie momenten. En vanavond is het de beurt aan Najib Amali. De schemer heeft zijn intrede gedaan, de deuren zijn geopend en inmiddels druppelt het rustig aan binnen. Trips and Travel gaat sfeerproeven en we zijn benieuwd wat mensen van Najib en van de theateravond verwachten. Wat gaat u bestellen? Een bakje koffie. Een bakje koffie? Ja, en fris. Want een theateravond begint voor u met een bakje koffie? Vandaag wel, ja. Jullie gaan vanavond naar Najib Amali. En wie heeft ervoor gezorgd dat jullie daar naartoe gaan vanavond? Dat ben ik. En jij? En waarom? Ik vind het gewoon heel leuk. Hoe lang heeft u in de auto gezeten om hier te komen? Twee uurtjes. Hi. Hi. Ben je helemaal alleen? Nou, ik zit op mijn zus te wachten, die is naar het toilet. Oh, ik wou zeggen, je bent toch niet in de steek gelaten, hè? Nou, eigenlijk wel, nee. Waar kom je vandaan? Delft. Delft. Nou, en dan kom je naar Rotterdam toe, voor Najib Amali uiteraard. Wat doet nou zo'n avond met jou? Ja, Rotterdam, lekker dichtbij natuurlijk. En midden in de stad natuurlijk, hier het Luxor. Vanavond gaat u naar Najib Amali, wat verwacht u van de voorstelling? Ja, veel. Want ik denk dat dit iemand is die heel veel humor heeft en... Ja, ik denk dat het genieten wordt. Doet het Luxor Theater iets met jullie? Want als zijnde Rotterdam, daar hoort Luxor natuurlijk bij. Doet het wat met jullie als je dan toch hier binnenkomt? Het is een imposant gebouw. Ja, het is een heel mooi gebouw. Ja, dat is een stuk groter dan wat wij bij ons in het zuiden gewend zijn. Dat zijn wat kleinere theatertjes, wat intiemer. Wat ook gezellig is natuurlijk. En ik laat me verrassen vanavond wat het hier wordt. Ja, het ziet er groot uit. Groter dan ik had verwacht. Het is een goede sfeer ook. Dus ja, we hopen op een goed avondje. Nog even een hapje eten voordat je naar de voorstelling gaat, dat kan. Een driegangen diner, wat uiteraard precies is afgestemd op de starttijd van de voorstelling. Dus zodra je het dessert op hebt, kun je gewoon direct de stoel opzoeken. En terwijl de muziek voor wat extra sfeer creëert, zie je dat iedereen er enorm veel zin in heeft. De voorstelling gaat beginnen. Ik heb helaas een mededeling voor jullie. Jullie kunnen er niet bij zijn, want camera's zijn niet toegestaan tijdens de voorstelling.